Welkom bij Café Weltsmatch. Mijn naam is Erik van der Beek. Hier tegenover mij zit Patrick Saval. Wij gaan het met elkaar hebben over complotdenken. Dus het denken in complotten. De gekkies. Niet om u thuis te waarschuwen voor die gekkies. Want dat zijn we zelf al. Maar om u eigenlijk aan te moedigen om in complotten te gaan denken. Patrick, sommigen kennen jou van Zapruder. Zapruder Inc. Zapruder, het legendarische weblog waar jij hoofdredacteur van was. Ja, vind je legendarisch? Volgens mij wel. Jullie hebben er ook een prijs mee gewonnen. Ja, in 2008 was dat geloof ik voor beste politieke blog. We geen stijl in zijn gas overslagen, jongen. Ja. Was dat. Oké, okay, ja. Zou je daar misschien wat meer over kunnen vertellen? Tuurlijk. Want intussen, Zapruder bestaat niet meer. Tegenwoordig schrijf je voor hersengarage. Ga ik uitleggen. We werden op een gegeven moment, onze magic was een beetje verdwenen. En we werden er zelf ook wel wat somber van. Toen hebben we het maar afgesloten. Maar we wonnen de prijs inderdaad, de Dutch Bloggy. Mm-hmm. Beste politieke weblog in 2008. Ik denk dat we in 2006 begonnen. Was wel mooi. Ik had destijds een opdracht bij de PCM-redacties, heette ze destijds. Hè? En dat was de dag ernaast dat ik met de verzamelde redacties. En ik zei dat zo, zure gezichten, jongen. Die kunnen daar helemaal niet. Maar goed. Ja. Zapruder was eigenlijk, ik was in die tijd professioneel fotograaf. Ik deed al de Reef-dames, de kalenderdametjes en de Red Bull extreme fotografie en de ID&T party fotografie. Een beetje die fotografie deed ik. En dat waren natuurlijk super mooie beelden. Mm. En daar wilden we gewoon heel plat geld mee verdienen en een mooi weblog mee beginnen. Toen hebben we 4K Mac, dat was destijds een beetje ranzig, hebben we mee gesproken, was heel groot. Om een subchannel te beginnen. En dat heette dan Guerrilla. Met die fotografie. En mijn collega toen, Rutger, die is nog steeds een van de allerbekendste fotografen, zeg maar, in de scene. Maar er moesten wat meer channels bij. En eentje zou dan Gadgets worden, Tinkertown. En de andere, dat was dan Zapruder. Dus eigenlijk bedacht door mijn partner in crime, Aziz. Zapruder was complottheorie. En dat sloeg als een bom. Meteen. Was meteen een hit. Dat had meteen in maanden had dat 100.000 unieke bezoekers per maand. Begon in 2006, geloof ik. Denk het. Ja? Wij waren een van de eerste, niet de eerste. Er waren al een paar anderen, want natuurlijk niet Boeren was er al. Het was meer de graancirkels en de UFO's. En dit kan niet waar zijn. Was ook heel groot, maar die waren meer themagericht. 9-11. Dit kan niet waar zijn is van? De stichting Scepter, geloof ik. Ik weet het niet zeker meer. Het is voor mij een ander leven. Okay. Maar het waren hele sympathieke gasten. Die waren heel fanatiek. We hebben destijds ook... Eigenlijk hebben zij het georganiseerd. Maar wij waren natuurlijk groot. Wij konden dat... bekendmaken hebben we een heel groot 9-11 congres in de jaarbeurshallen gehad met hun. Zij zaten dan op 9-11, want 9-11 was voor mij ook, voor heel veel mensen natuurlijk de Red Pill. Twee vliegtuigen die drie torens laten instorten, dat soort zaken. De Red Pill moeten we dan nog uitleggen aan de mensen thuis? Dat is de Matrix volgens mij. Hè? De film, de speelfilm. Dan de hoofdpersoon krijgt twee pillen aangeboden, een blauwe en een rode. En als je de rode neemt, dan gaat de wereld voor je open. Of dan de waarheid dringt tot je door. De echte werkelijkheid openbaart zich aan je. Als je de blauwe neemt, dan... Dat is gewoon de NOS. Dat is gewoon de NOS-journaal. Ja. De blauwe pil, alles is oké. Okay. Ja. En ga door met je leven. En dat komt uit de Matrix. Maar goed, wij begonnen als het Zapruder. En dat sloeg in als een bom. Zo goed dat we op een gegeven moment ook alleen zijn gegaan. Toen hadden we net onze 9-11 maand gehad. Ja. Ik geloof dat die jongens van 4K Mac, die waren super blij met ons. Die hadden 350.000 unieke bezoekers extra in die maand. Mm. En in die tijd echt vreselijk bizarre dingen meegemaakt. Ik heb mensen gesproken, jonge ministers, Amerikaanse presidentskandidaten. Presidentskandidaten, meervoud, welke? Kandidaat Cynthia McKinney. Oh ja. MI6 agenten, Anne Marchand of zo heet ze. 9-11 survivors, heel bizar. Veel bedreigingen gekregen. Wij waren echt de gekkies. Ja, wij waren echt. We hadden een enorm fanatieke achterban, dat wel. Maar ook enorm fanatieke tegenstanders. Want in die tijd, nu. Want wie waren dat, die fanatieke tegenstanders? Van wie die bedreigingen kreeg? Nou, bijvoorbeeld.
Ja, soms uit hele onverwachte hoek. Vaak ook uit eigen hoek, omdat ik niet ver genoeg ging. Dan werden we gatekeepers genoemd. Ah. Gaan we zo uitleggen. Dan werden we gatekeepers genoemd. Want ja, ik geloof niet alle onzin die er is. En ik vind ook, je moet gewoon zelf blijven nadenken. Dus wij legden gewoon die feiten op tafel. We hadden een hele mooie redactionele formule. We deden het een beetje met zelfspot. We deden het een beetje cynisch. Blijf zelf maar nadenken. En soms gingen we niet ver genoeg. Een andere keer, dat ging echt heel ver. Wij hadden destijds over Ritalin. Dat was natuurlijk enorm overgediagnosticeerd. Onze complot daarachter, onze theorie daarachter was dat ze gewoon medicatie wilden verkopen. Dus ieder al die kindjes hadden ineens Ritalin. Een vader die mij ging bedreigen, want die had dan kennelijk echt een ADHD-kindje. En die dat weer gestokt en zo. Allemaal, nou, in ieder geval, dat was heel bizar. Dat was een supercoole tijd. Mm-hmm. Maar heel veel werk. Want op een gegeven moment word je groter. Moet je toch dingen echt goed gaan uitzoeken. Mm. Kan je niet echt meer onzin gaan schrijven. We deden op een gegeven moment een AIDS-reportage. Ik denk van 2 weken. Mm. Heb ik echt met 6 of 7 AIDS-patiënten in elkaar gezet met een professor, met een viroloog. Dat zijn hele gevoelige onderwerpen. Nou, op een gegeven moment hadden we, ik had mijn vaste radioshowtjes op Fresh FM met Wietske. Wietske Kenemans, mooie dame, hè, nog steeds. Met 100% NL zat ik met, ben even de naam vergeten. Giel. Nee, dat was een dame. Leuke dame ook weer. Prachtig, joh. Goeie tijden. Ja, maar die zijn voorbij, want Sepp Ruder bestaat niet meer. Nee, dus wij werden er, op een gegeven moment hadden we niet echt de tijd meer voor ook. We hebben een van de dingen waardoor wij naar ons gevoel een redelijk normaal weblog zijn gebleven en niet uit de bocht zijn gevlogen, zoals heel veel dat doen, hè. Die worden heel weird. Dus wij stonden gewoon met één voet natuurlijk gewoon in de echte wereld. We hadden gewoon een normale baan. Ik was fotograaf, ik was softwarearchitect. Assis had ook een normale baan. We hadden nog een hele goede, Patrick heette die. Softwarearchitect ben je nog steeds? Ben ik nog steeds, freelance softwarearchitect. En ja, ik werd er wel een beetje depressed van eigenlijk. Dus ik had het wel even gehad, zo al die onzin en overal complotten. Dus een beetje op het moment dat Alex Jones tegen zichzelf had moeten zeggen, nou moet ik even afstand nemen en dat niet heeft gedaan, hebben wij gezegd, nu moeten we even afstand nemen, anders zien we alleen nog maar overal complotten. Alex Jones van Infowars, dat bestaat nog steeds, geloof ik. Hij is natuurlijk de goeroe, hè? Ja, hij is heel controversieel natuurlijk. Ja. Ik raad alle mensen aan om vooral even naar YouTube te gaan en Joe Rogan, Alex Jones te kijken. Duurt 4,5 uur. Het beste 4,5 uur die op YouTube op dit moment te kijken is. Super geweldig. Dan Rogan? Joe Rogan. Joe Rogan, wie is dat? Joe Rogan is een hele bekende, hij is een stand-up comedian. Hij is ook een complotdenker. Hij is ook een MMA presenter. Hoe zeg je dat? Hij kondigt die MMA gevechten aan. Hij heeft een podcast op YouTube. Ik geloof dat hij 90 miljoen views per maand heeft. Hm. Mega, mega. Die duren 4 uur, 2 uur. Mega goed. Hij heeft dus ook Alex Jones laatst op bezoek gehad. Nou, je weet niet wat je meemaakt. Okay. Die gast is natuurlijk knettergek. We gaan het allemaal kijken. Of super visionair. Over 20 jaar weten we het. Ja. Maar hij, over complottheorieën gesproken. Ja. Hij is natuurlijk heel erg in diskrediet geraakt door zijn uitspraken over Sandy Hook. Zegt hij zelf ook van, hij zei dat het zijn allemaal crisisactoren. Ja, Sandy Hook is Sandy Hook, die schietpartij op een school. Ja. In Amerika. Crisisactoren. Hij is toen uit de bocht gevlogen, maar hij is wel eigenlijk de grondlegger geweest van het complotdenken, zeg maar, zoals we dat nu kennen. Heel veel termen die wij nu gebruiken en nu ook normaal zijn gaan vinden, zeker in het tijdperk van Trump, waar de media aan de, false flags, blackblockers, we gaan het allemaal bespreken, die komen toch bij hem vandaan. Maar goed, voor jou werd het op een gegeven moment te veel. Je werd depressed, zoals je zegt. En toen is het dus gestopt, Sepp Ruder. Maar nu schrijf je voor Hersengarage. Nou, ik wilde ooit iets nieuws gaan beginnen. Hersengarage, meer vrolijk. Gewoon mensen tot denken nazetten. Er zijn natuurlijk heel veel alternatieve wetenschappelijke verklaringen voor allerlei zaken. Ik noem maar wat abiotische olie. Hè? Olie is niet fossiel. Er zit een hele stevige theorie onder. Of de aarde was vroeger kleiner. Ook een hele prachtige theorie. Ik wilde bewustmakend dingen gaan schrijven. Toen heb ik dat domein alvast geclaimd.
Ik heb daar een medium, heet dat, een weblog achtergehangen. Maar ik onderhoud het niet echt hoor. Dus het is een beetje een dump voor alles wat ik nog wel schrijf. Ja, want je schrijft er ook dingen over IT. Daarom, dus op jouw vakgebied. En dat is dan voor sommigen minder interessant. Je moet het ook niet zien. Ik wil het wel op een gegeven moment gaan oppakken. Mm-hmm. En daar echt een soort seproeder-achtig iets van maken. Dus als je daar nu gaat kijken, zie je daar een mengelmoesje van mijn professionele leven. Mm. En complotdenken. Nou denk ik niet. Dan denk ik dat jouw vorige site, de Seproeder, niet voor niks zou heten. Want er was in Amerika een meneer Seproeder en die maakte het legendarische 8mm filmpje van de moordaanslag op Kennedy. En toen dat filmpje, ik geloof begin jaren 70, op de Amerikaanse televisie vertoond werd, toen was voor een groot deel van het Amerikaanse publiek in één klap duidelijk van ja, die schoten die kunnen niet vanuit één hoek gekomen zijn. Die moeten vanuit meerdere richtingen zijn gekomen, dus er moeten meerdere schutters zijn geweest, dus moet het een complot zijn geweest. Abraham Seproeder was, daarom heten wij zo, dan ben je ooggetuige van een complot bij ons. Was inderdaad die man van het filmpje, op de Kennedy-moord. Die Kennedy-moord, de Warren-commissie heeft dat toen destijds onderzocht. Mm-hmm. En inderdaad ook door dat filmpje, wat best een heftig filmpje is. Want je ziet echt dat schedeldakje eraf klappen. Het is best een heftig filmpje. Heel veel mensen geloofden dus de officiële verklaring niet. En die mensen, eigenlijk wat wel raar is trouwens, John F. Kennedy, die werd natuurlijk vermoord. Het zou dus kunnen zijn zomaar door de CIA, ik zeg maar wat, als je dus een van de complottheorieën gelooft. Maar als je naar de moord van Robert Kennedy kijkt, die niet veel later was, 3-4 jaar later. Zijn broer, ja. Die is nog veel duidelijker. Presidentskandidaat was. Hè? Dat is nog veel duidelijker. Die Sirhan Sirhan, geloof ik, de aangewezen dader. Mm-hmm. Die had een pistool met 8 patronen erin. Die heeft helemaal niets geraakt. Ja, andere mensen heeft hij geraakt. En zelfs de lijkschouwer die zei dat. Die stond voor Robert Kennedy. Mm. Die schoot hem 8 keer mis. Mm. In andere mensen in de muur. 8 kogels zijn teruggevonden. Ja. Plus nog meer kogels zijn er teruggevonden. En Robert Kennedy was in zijn achterhoofd geraakt. Mm. Op 1 centimeter afstand volgens de lijkschouwer. Mm. Zijn ook audioanalyses gemaakt van het gebeuren. Het is niet gefilmd. Meneer Seproeder stond niet opnieuw te filmen. Heel toevallig. Nee. Dat was wel een audioanalyse. En daar hoor je dus 13 schoten. Zijn er 13 kogels geschoten. Maar die jongen had een pistool. Dus dat is een veel mooiere. En dit past in een rijtje. En kijk, nu gaan we al complot denken. Dit past in een rijtje. In Want, zo komen we op jouw artikel. Het artikel dat jij geschreven hebt op Hessen Garage. Want daarin roep je eigenlijk mensen op in complotten te gaan denken. Zo hebben we eigenlijk net al vastgesteld, complotten bestaan gewoon. Dus ja, wat is het voor onzin om niet in complotten te mogen denken? Nou, sterker nog. Het is een scheldwoord geworden, terwijl het eigenlijk een geuzennaam zou moeten zijn. Nou, maar even terug naar wat jij net zegt. Complotdenken, dat wordt gebruikt om mensen te disqualificeren natuurlijk, de term complotdenken. Ja. Maar geopolitiek bijvoorbeeld, politiek en geopolitiek in het specifiek, dat is complotkunde eigenlijk. Er zijn heel veel documenten boven water gekomen, door de overheid geschreven, dat wat gewoon pure complotten zijn. Ik heb er een paar opgezocht. De McCollum-memo, dat is hoe wij waarschijnlijk Amerika zijn best heeft gedaan. Of die echt is geïmplementeerd is nog onduidelijk trouwens. Of dat echt dat plan is uitgevoerd is onduidelijk. Maar dat was een plan in 8 stappen om Japan tot oorlog te verleiden. Nemo. De McCollum memo. De McCollum memo. De McCollum memo. Ja, dat is een 8 stappen plan. Ja? Om Japan te provoceren tot een oorlogshandeling. Dat is gewoon een complot. Dus dat wil niet zeggen dat complot daadwerkelijk is uitgevoerd. Maar het geeft aan dat die mensen het zo denken. Een ander veel actueler is, er is ooit een report geweest, een policy document, laten we het zo noemen, van een neocon denk tank. Clean Break, New Strategy for Securing the Realm. Dat zijn de neoconservatieven in Amerika. Exact. En dat was een strategie, een plan, om voor Israël dominantie te krijgen in de regio. Mm. En dat beschrijft exact wat er eigenlijk nu gebeurd is. Dus oorlogsvoering van met proxylegers. Daar gaan we het over hebben. Saddam Hussein
Remove from power, Saddam Hussein, Syrië aanvallen met proxylegers, heel veel nadruk leggen op het zogenaamde gebruik van chemische wapens. Dat is gewoon een plan, dat kan je gewoon lezen. En dat memo is geschreven nog voor 9/11. Dat is in 1996 geschreven. Ja. Clean Break heet dat. Mm-hmm. Dat is een complotplan. Weet je, dus de Operation Northwoods. En hoe is dat ooit in de openbaarheid gekomen? Dat zijn complotplan? Vaak zijn dat WOPs, FOIA, Freedom of Information Requests. Wet openbaarheid van informatie noemen we dat in Nederland. Ja, dus dan kun je als journalist kun je inderdaad de Want overheid... Gek genoeg schamen die mensen zich er dan ook weer niet voor om die plannen gewoon op papier te zetten. Ja. Dus het is heel dubbel. Dus Operation Northwoods is heel bekend. Alle 9/11... gek is, laat ik het zo even noemen. Ik heb groot respect voor die mensen trouwens hoor. Want het is heel hard nodig om daar naar te kijken. Maar die kennen Operation Northwoods. Dat was denk ik een van de mooiste documentaires over dat gebeuren. Hoe heette die? Had zo'n hele mooie... Ja, dat was, die stond in 2002 al online geloof ik. Ja, die was mega. Die was mega groot. Die iedereen keek. Ik ben even de naam vergeten. Maar dat was een plan om Cuba binnen te vallen met false flag operaties. Dus dat is ook weer gewoon een complotplan. In de tijd van Kennedy speelde zich dat af, want Cuba was een probleem. Daar was een communistisch regime en dat moest uit de weg worden geruimd. Castro moest weg. En Operation Northwoods voorzag in een plan. Dat was een geheim plan. Ging heel ver. Ging heel ver. Dat ging gewoon over mensen vermoorden, Cubanen in Amerika. Aanvallen, schepen met vluchtelingen, vliegtuigen volladen met mensen neerschieten. Het ging heel ver. En dan Castro de schuld geven. Castro de schuld geven en dan full force Cuba innemen. En degene die dat plan hadden ontwikkeld, die zijn door Kennedy ontslagen. Dat weet ik eigenlijk even niet. Het is niet gebruikt, het plan, hè, want het is niet gebeurd. Dat waren de chiefs of staffs die daarbij betrokken waren. Dus die chief of staff, of een van die hoge mensen in de ambtelijke top, die zijn ontslagen door Kennedy. Dus, Oké. Nou ja, tenslotte, je hebt de Army Special Operation Forces Unconventional Warfare. Dat is een Pentagon document. Dat is eigenlijk gewoon de regime change manual. WikiLeaks die komt daar vaak mee. Dus wat ik wil aangeven is, je kan wel roepen, complot denken, die mensen zijn achterlijk, het is onzin. Er zijn honderden documenten, wat gewoon pure complotplannen zijn, geschreven door overheden zelf. Ja. Die denken zo. Ja. Geopolitiek is complotdenken. Ja, en dat je dan mensen uitmaakt voor complotdenken, omdat ze niet geloven in de officiële lezing van een overheid of een andere autoriteit. Er wordt al gefluisterd dat dat bij de CIA vandaan komt. Dat zij eigenlijk die term complotdenker hebben gepopulariseerd. Ze hebben hem niet bedacht. Ze hebben hem niet bedacht, want die term bestond al. Maar de CIA, want er is een document waarin van de CIA dat openbaar is gemaakt. In 76 New York Times, of denk ik, weer met zijn FOIA. Ja. Freedom of Information Request. Ja. Kreeg dat document boven water. En dat was een CIA-document wat gelabeld was intern door de CIA PSY-op. Mm-hmm. Clandestine Unit, bla bla bla. Mm-hmm. En dat was eigenlijk een strategie om al die mensen, want het waren er heel veel destijds die niet geloofden in de officiële Warren Report, dus de officiële verklaring van de Kennedy-moord, om al die mensen... Ja, hoe zou je het noemen? Cult stellen. Vind ik een mooi woord. Cult te stellen. Dus een mediastrategie. En daarin werd ook veelvuldig het woord complot theory en conspiracy theory gebruikt. En dat document is gebruikt door CIA-agenten in hun communicatie, in aanwijzing en overleg met bevriende politici, journalisten. Ja. Om die hele golf van mensen... een beetje in te dammen. Om zich... Ja, want het werd een probleem voor de Amerikaanse overheid. Dat het grootste deel van de Amerikaanse bevolking niet meer geloofde in het officiële verhaal over de moord op Kennedy. Ja, dus hoewel het niet letterlijk in dat document staat. Ja. Er staat niet letterlijk, ga die mensen conspiracy theorists noemen. Nee. Wordt dat woord wel veel gebruikt in dat document. Dus het idee van veel analisten is dat de CIA eigenlijk aan de basis staat van ze hebben gepopulariseerd, ze hebben het weaponized, die term. Ja, ja. Ja. Wat ik ook wel grappig vind trouwens, hè, eventjes tussendoor. Wij hebben hier in het Westen, zeker in Nederland, is het complotdenken best wel een beetje raar. Ik heb je net laten zien dat het heel normaal is, dat alle politici, dat alle denktanks, heel politiek zit zo in elkaar. Maar bij ons is het best wel raar. Maar
Dat zijn dan 300, 400, 500 miljoen mensen in onze westerse wereld. Maar als je veel op vakantie gaat en je praat, ik ben in Syrië geweest, ik ben in al die landen geweest daar. En buiten onze bubbel is het heel normaal om, ook als je Russische analisten volgt, normaal Indiaanse analisten, normaal om in complottheorieën te denken. Dus het is typisch westers om dat heel raar te vinden. Nou, dat is misschien te verklaren uit het feit dat wij veel vaker geloven in onze overheid. Terwijl in niet-westerse landen mensen niet geloven in een overheid. Ja, dat klopt. Ik wijd dat aan, wij leven onder enorme media-PR-druk. Mm. PR is natuurlijk een van de krachtigste instrumenten die er zijn. En het is een mind control. Daar gaan we het straks over hebben, want ik wil eerst nog eventjes iets anders met jou bespreken. Iets uit jouw artikel. Nog een watertje, ja? Ja, natuurlijk. Schenk maar in. Iets uit jouw artikel wat ik interessant vond. Want jouw artikel gaat over complotten. Dus over gecoördineerd bedrog, zoals je het zelf noemt. Gebaseerd op onderlinge afspraken. Maar je waarschuwt ook, en dat vind ik ook wel belangrijk om hier te vermelden. Dat waar sprake is van gecoördineerd bedrog, is ook dat sommig bedrog zichzelf organiseert. Dus zonder afspraak. Je schrijft, zo schrijf je dat. Hè? Dus sommig bedrog organiseert zichzelf zonder afspraken. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Van iets waarvan sommigen zeggen, ja, het is een complot. Terwijl jij zegt, nou, dat is het volgens mij niet. Het is bedrog dat zichzelf organiseert. Nou, weet je, wat wij merkten met Zapruder was, wij noemden dat, nou wij niet, maar daar is een term voor, connecting the dots. Je kan een willekeurige, hele normale gebeurtenis nemen. De stippellijntjes met elkaar in verbinding brengen. En daar kan je altijd rare dingen vinden. Ja. En daar kan je een verhaallijn door bedenken. Daar kan je ook een verhaallijn door bedenken. Neem bijvoorbeeld de maanlanding. Ik zelf denk dat wij daar wel geweest zijn. Mm. Maar die complottheorieën, ja, je kan daar elementen uitpakken die het heel overtuigend maken dat we er niet geweest zijn. Ja. Connecting the dots. En op een gegeven moment, op die manier gaat denken, ga je overal complotten zien. Genootschappen die de wereld aansturen. Maar ja, weet je, in het universum is een van de meest organiserende krachten, dat is zelforganisatie. Dat complexe systeem heette dat. Dat is een heel, heel vakgebied in de, ik denk de wiskunde zullen we, hè? Chaos, complexe systemen. Zelforganisatie, dat is een emergent gedrag. Dat zit niet in de delen van het systeem, maar dat zit wel in het geheel. Dus die delen van het systeem hebben dat niet in de gaten. Ik zal je zo'n voorbeeld geven, maar het geheel doet het wel. Ja. Dus wij zien een zwerm vogeltjes zien we. En die, je kent dat wel, die spreeuwen. Vooral in Engeland schijnen ze daar heel goed in te zijn, als je YouTube mag geloven. Die zo'n gecoördineerd gedrag vertonen. Terwijl als je dat met een computerprogramma gaat simuleren, is dat allemaal, dat noem je decentraal. Je kan zo'n actor, zo'n spreeuw, kan je drie eigenschappen geven. Blijf in de buurt van anderen. Blijf in de buurt van anderen. Niet te ver, niet te dichtbij. En vlieg in dezelfde richting. En dan gaat het vanzelf ontstaan. Het lijkt alsof daar een regie is. Ja. Maar het is zelforganisatie. Je ziet dat bij sociale insecten. Je ziet dat overal in de wereld. Je ziet dat in een lichaam. Dat noemen we. Wij zijn in principe in balans. Homeostase. Dat organiseert zichzelf. Je ziet het in de economie. Dat wordt wel eens genoemd de onzichtbare hand. Die de economie stuurt. Ja, van Adam Smith. The Invisible Hand. Daar is geen regie. Daar is geen geheim genootschap. Daar zijn gewoon randvoorwaarden en dynamica die ervoor zorgen dat er een bepaald groepsgedrag komt. Ja. Nou, als dat in het universum zo normaal is, want het is overal om ons heen te zien, dan is dat natuurlijk ook in de wereld van de politiek of in de wereld van economie, is dat heel normaal. Ja. Nou, voorbeeld. Ik kon het niet meer vinden. Ik wou het voor mijn artikel, wilde ik het erbij zetten. Maar ik heb wel zitten lezen een paper. Ja. Dat aanbieders van dat de olieprijs, dat is een zelforganiserend systeem, dat de olieprijs altijd in de voordeel van de aanbieders, zonder afspraken. Dit wordt een onduidelijk verhaal. Laat ik een ander voorbeeld zoeken. Kijk, als je prijsafspraken maakt, dat is een complot. De beeldbuizen van Philips en dat is een complot. Maar je ziet heel veel ik kan het voorbeeld even niet herinneren. Dat is de olieprijs, die organiseert zich altijd in het voordeel van de aanbieders. Er was geen complot voor nodig. Nee. Dat kon je simuleren. Mm-hmm. Er zijn hele leuke programma's trouwens voor om al dit soort decentrale. Dus je moet heel erg uitkijken niet alles aan een complot toe te schrijven. Ja. Daarnaast heb je natuurlijk, ik noem het machinaties.
Ja, daar komen ze, nou, ja, dat is, ja, volgens mij is dat weer iets anders. Want kijk, jij zegt in je artikel. Een vaak gehoord argument tegen grote samenzweringen. Dat is dat het onmogelijk is veel mensen een geheim te laten bewaren. Maar jij stelt in je artikel dat het wel degelijk kan. En dan noem je inderdaad die machinaties. Dus dan is er wel sprake van een complot, toch? Maar dan half-half. Beginnen. Wij zitten nu net naar allemaal documenten te kijken. Iedereen kan googlen, die zijn echt. En trouwens, je noemt ook nog een andere vorm van... je noemt ook compartimentalisatie. Ja. Nou, laten we beginnen te stellen dat mensen wel degelijk geheimen bewaren. Dat klinkt raar. Mm-hmm. Dat alsof onmogelijk. Misschien omdat wij van een ander soort mensen zijn. Of wij zouden het wel zeggen. Maar wij zitten nu, ik laat er 5 zien. Maar wij kunnen, als wij even een dagje gaan googlen, 100 van die documenten kunnen we naar boven toveren. Met verschrikkelijke... evil complotten erin, die we alleen maar te weten zijn gekomen doordat er een Freedom of Information request was gedaan. Of doordat er heel veel later een klokkenluider is geweest. Ja. Dus al die tijd zijn er heel veel mensen geweest die dat gewoon geheim gehouden hebben. Ja, ja. Dat is gewoon mogelijk. Ja. Het gebeurt gewoon. Daar heb je mooie voorbeelden van. Nou, we hebben die documenten hebben we net gezien. Ja. Northwoods. Ja. Dat is door toeval naar boven gekomen. Ja, ja. Maar daar zijn natuurlijk, weet ik wat, daar heeft een werkgroepje gezeten. 10, 20, 30 man. Die hebben allemaal gedacht, zo, wat een mooi plan. Laten we al die gasten in dat vliegtuig laten neerstorten. Hebben gewoon een mond gehouden. Ja, ja. Kan gewoon. Dus om te beginnen wil ik gewoon aangeven, mensen kunnen gewoon geheim houden. Punt. Ja. Misschien omdat er enorme represailles. Nou, kijk wat Julian Assange overkomen is. Kijk wat Manning is overkomen. Als jij je mond opentrekt, wordt helemaal kapot gemaakt. Ja, wel, maar hoe meer mensen, hoe moeilijker het is. Hoe moeilijker het wordt. Nou, daar heb je strategieën voor. De mooiste strategie noemen we het leger. Compartimentalisatie. Mm-hmm. Need to know basis. Need to know, ja. Ja, je hebt al dat domme kanonnenvolk, die drones. Mm-hmm. Die vertellen gewoon, als iemand dat zegt, doe je dat. Als iemand dat zegt, doe je dat. Meer hoef jij niet te weten. Ja. En laag voor laag naar laag komt er steeds meer integratie van die plannen daaronder. Ja. En alleen de top hoeft maar te weten wat hun echte plan is. Dus die top die bedenkt een complot. Ja. Want oorlogsvoering is complotkunde. Want je wil de tegenstander in de... Ja. En de rest voert het gewoon uit. Die weten helemaal niet waar ze mee bezig zijn. Sterker nog... Als je die verhalen leest in de Intercept over SEAL Team 6 bijvoorbeeld. Dat zijn gewoon oorlogsmisdadigers. Hè? Wij doen alsof het helden zijn. Dat zijn fucking oorlogsmisdadigers. De Intercept, een heel goed medium. Wel trouwens. En niet. Wel nee? En niet. Nee? Oh. Nou, die man die dat vindt. Ja. Maar goed, ga maar zoeken. Maak het voor jezelf uit. Je moet oppassen. Ik pas erg op wat ik uit de Intercept geloof en wat niet. Maar het is in dit geval een prachtig verhaal over SEAL Team 6. Dat zijn gewoon oorlogsmisdadigers. Die kanoeën hun tegenstanders. Kogel hier zo, dan splijt die... En dan maken ze fotootjes van. En het is heel, heel... Wie zijn dat die? Dat is SEAL Team 6, is het bekende Navy SEAL Team. Wat Osama Bin Laden. En die schijnen later nog in die Chinook helikopter in Afghanistan allemaal te zijn neergestort. Toevallig door een complottheorie. Ja. Maar waar het om gaat is, die zijn er heel trots op. Weet je, die willen helemaal niet weten waar ze mee bezig zijn. Vertel ons wat we moeten doen en we doen het ons. Mm. Ja, dat zijn ideale complotdrones. Ja. Als je een paar van die groepjes hebt, dan die hoeven niks te weten. Je geeft ze een opdracht, ze doen het, ze zijn hartstikke trots op. Hangen een beetje aan de helikoptertjes, vinden het stoer. Ik weet niet wat er in die kopjes omgaat. Dus dat is iets waarvan je zegt dat is half complot en half geen complot. Dat is gecompartimentaliseerd. Ja, en dan heb je nog een tweede vorm van half complot, half niet complot. En dat noem je machinaties. Of dat is helemaal geen complot. Daar zijn ook heel veel mensen bij betrokken, maar nou, het is geen complot. Of juist wel. Nou, laat ik het voorbeeld geven wat ik in dat artikel noem. Wij hebben destijds in de Irak-oorlog, wat natuurlijk begonnen was met een complot... in de Irak-oorlog hebben wij meegemaakt toen de Abu Ghraib-gevangenis. Enorm misbruik. Kinderen werden verkracht voor de ogen van de vaders. Door Amerikaanse soldaten. Werd gemarteld. Werd alles. En dit is een theorie van mij. Maar die is redelijk stevig. Omdat op een gegeven moment heeft die brigadegeneraal, vrouwelijke brigadegeneraal. Die daar dit boel niet onder controle had. Toch aan de bel getrokken. En daar is onderzoek naar geweest. Daar heeft toen een hele bekende socioloog, Zimbardi. Dat is die man die de theorie van de Stanford Prison Experiment ook. Ja, dat helemaal uit de hand liep. Ja. Ja. En wat zei die Zimbardi? Hij heeft er een boek over geschreven, de Lucifer Effect. Hij zei, je kan omstandigheden creëren waarbinnen ook normale personen al heel snel hun medemensen gaan martelen of misbruiken. Nou, daar is een act of dehumanization voor nodig. Nou, Irakis zijn lager dan honden.
Palestijnen zijn terroristen allemaal. Hmm. Begrijp je? Een act of dehumanization, daar zijn wat... Ontmenselijking, ja. Ja, je kan wat randvoorwaarden stellen. Hmm. En dan weet je zeker dat het gaat gebeuren. Nou, in dit geval waren er een paar van die retard Amerikaanse soldaten die met een vrij lage natuurlijke sociale status. Die kregen te veel macht over die gevangenen. Nou, wat gebeurde er? Hmm. Ze gingen die gevangenen martelen. Wat gebeurt er als je gemarteld wordt? Ja. Je zegt alles wat je maar gevraagd wordt te zeggen. Ja. Wat kreeg degene die dit in elkaar gezet had, mm-hmm. Rumsfeld bijvoorbeeld, die kreeg precies de informatie. Want Rumsfeld was de minister van... Buitenlandse Zaken, denk ik. Bij Bush. Ja, of was het van Defensie? Defensie, dacht ik. Want Cheney en Rumsfeld, weet je, het zijn allemaal Cheney was de vicepresident en Rumsfeld was de minister van Defensie, ja. Ik denk Buitenlandse Zaken, maar okay. je zou zomaar gelijk kunnen hebben. Ja. Maar iemand had daar dus die omstandigheden gecreëerd, mm-hmm. waarbij die gevangenen precies die informatie gingen opleveren, ja. die zij nodig hadden, ja. om een beleid te kunnen voeren, wat ja. ze anders nooit voor elkaar kregen. Ja. Kijk, we hebben Intel. Ja, ja. Dat die Intel ja. voorgekomen, nou, dat is een machinatie. Weet je, die ja. soldaten, die weten van niks. Nee. Die gevangenen, die weten van niks. Die Abu Ghraib, die brigadegeneraal, die weet van niets. Ze maakt de deur uit van een complot zonder het te weten. Exact. En je hebt heel veel van die machinaties. Dat zijn natuurlijk de allerbeste. Ja. Je maakt een systeem zo dat het eigenlijk met een kleine manipulatie maar één uitkomst kan hebben. Ja, ja. Nou, dat kan, die zijn te maken, die systemen, ook ja. sociaal. Hè? Dit is een voorbeeld daarvan. Wat heeft jou er nou toe gebracht om dit artikel te schrijven? Ik begrijp, dat is geweest uit eigenlijk grote ontevredenheid over hoe onze media werken. De corporate media of de mainstream media maar of de massamedia. Dat is toch lachwekkend geworden tegenwoordig. Ja, ja. Dat mensen nog naar het NOS-journaal kijken. Dat mensen nog denken dat het NRC echt nieuws is. Dat is toch lachwekkend. Oorlog na oorlog na oorlog na oorlog blijkt dat ze gelogen hebben. Ja. Blijkt er een structuur in te hebben gezeten. Blijkt dat ze allemaal diezelfde leugens hebben overgenomen. Op een gegeven moment moet je toch gaan denken van, ja luister. Mm. Nou, dus wat wilde ik maken? Want ik af en toe borrelt er creatieve energie op. Eigenlijk wilde ik een speciale wiki maken. Een Wikipedia-achtig ding. Met Patterns of Mass Deception. Mm-hmm. POMMD.org wilde ik hem noemen. Patterns of Mass Deception. Massamisleiding, ja. Massamisleiding. En ik wilde al die patronen die er zijn, mm-hmm. complotkunde, die wilde ik gaan beschrijven. En dat gaan crowdsourcen, dus dat iedereen daar aan kon gaan meedoen. En dit document was eigenlijk een werkdocument om voor mezelf te kijken, hoeveel van die patronen kan ik ontdekken? Heb ik meegemaakt? Vind ik dat er zijn? Mm-hmm. Die heb ik onder elkaar gezet. En ik vind zelf dat ik dat lekker sappig kan opschrijven. Ik vind het lekker weglezen. Dus toen heb ik daar toch gewoon een documentje, een mooi artikeltje van gemaakt. Ja. En dat is heel populair. Dus het is met een knipoog geschreven, enigszins. Mm. Maar ja. Het is eigenlijk bloedserieus. Ja, want je geeft eigenlijk handleiding in het complotdenken. Want je zegt, je hebt het over patronen van bedrog. En dat als je die patronen eenmaal herkent... Komt denk ik bij Willem van Middelkoop vandaan. Hè? Ja, van die heeft een boek onder die titel Die kwamen we destijds ook al uitgebracht. Tegen op allerlei meetings en zo. Ja, hè? Ja, ja. Het is niet zo dat jij hem op het idee hebt gebracht, zijn boek zou te... Dat zijn wisselwerkingen. Eerst was er zijn boek en toen was er jouw artikel. Maar goed, wat je eigenlijk stelt, dat als je die patronen van bedrog eenmaal herkent, dan is het een stuk makkelijker om de wereld te begrijpen. En in elk geval kun je dan beter onderscheid maken tussen wat is waar en wat is niet waar in het nieuws. Ik blijf maar praten hoor. Ik wil graag een paar van die patronen met jou doornemen. Nee, want ik wou eerst laten... Ja? Dus laten we even wel duidelijk zijn dat die media... dat is niet per ongeluk dat ze zo slecht nieuws brengen. Nee? Die hebben gewoon een opdracht, ja. Ik zal niet dat zeggen... Dat is een complot. Dat is zeker een complot. Oh. En ook dat is boven water gekomen. Heel recent nog de framing manual van de ARD. Die €100.000 uitgegeven aan een framing manual. Duitse publieke omroep. Ja. Om de narratives. Nou, dat is het volgende woord. Narratives zijn dingen die afgesproken worden onderling. Narratieve verhaallijnen. Verhaallijnen. Ja. Weet ik veel. De chemische aanvallen van Assad. De Russische dopingverhalen. De Russen hebben het gedaan. Skripal. Flauwekul, 100% flauwekul, maar ineens beginnen ze er allemaal mee. Nou, er is laatst een hack geweest van Anonymous, van Statecraft
Institute for Statecraft. Statecraft, zoiets. Of Institute, ja. Die hadden een initiatief lopen, Integrity Initiative. Ja. Dat is zwaar gesponsord door Britse geheime diensten. Daar deden ook Britse geheime agenten in mee. Ja. Dat was een netwerk, een propagandanetwerk van politici, filmmakers, journalisten. Die verhaallijnen, die narratives bedachten. En daar zijn lijstjes van gekomen. Ja. Van welke verhaallijnen. Hoe gaan we de Russen zwart maken? Hoe gaan we Jeremy Corbyn zwart maken? Ja. We blijven hem gewoon antisemiet noemen. Dat is totaal niet waar. Dat wordt afgesproken. Daar zijn netwerken voor. Daar zit funding achter. Ja, ik heb dat ook gelezen. En het gekke is dat we daar nog helemaal niks dat over kunnen lezen in de Nederlandse media. Terwijl ze hebben een Nederlandse poot, notabene. En er zijn zelfs namen bekend van mensen hier in Nederland die met die club meewerken. Het is gewoon een trollenfabriek. Het is een trollenfabriek. Maar, het feit, dit zou het grootste nieuws van vorig jaar moeten zijn geweest. Ja. Dit nieuws is bijna net zo groot als die Trump-Russia collusion, maar dan in Europa. Niks over gehoord. Doet mij vermoeden dat veel van onze hoofdredacteurs gewoon onderdeel uitmaken van dat netwerk. Ja. We weten eigenlijk natuurlijk al sinds de jaren 70 dat de CIA zijn mensen heeft op de belangrijkste nieuwsredacties. In Amerika is het verboden trouwens. Daar is wetgeving voor aangenomen. Is ook wel belangrijk om in het achterhoofd te hebben dat de overheid niet meer, laten we zeggen, via CIA of andere inlichtingorganisaties mag infiltreren in nieuwsorganisaties. Maar doen ze dat nu in Europa, want daar mag het nog wel. Nou, of in Engeland mag het ook niet. Of in andere landen. Sorry? In Engeland mag het ook niet. Oh, mag het ook niet. Nee, nee. Okay. Maar dus ik wil aangeven, het is geen toeval dat wij zulke slecht nieuws krijgen. Weet je, 90% van alle journalisten, dat zijn gewoon meelopers. Ik ken die PCM-redactie, heb ik een paar keer meegemaakt. Nou, jongen, wat PCM-redactie? Moet jij even uitleggen misschien? Algemeen Dagblad, NRC, NRC Next, Volkskrant. Dat zat in het gebouwtje hier vlakbij trouwens, hè? En ik maakte een... We zitten hier een pakhuis te zwijgen bij Café Weltschmidt. Ik maakte een adviesrapport voor IT-systemen, maar ik moest dat daar uitleggen. Ja. De helft doet gewoon mee. Het is een soort ecosysteem. Weet je, er zit een hoofdredacteur. Als je telkens te slimme verhaaltjes schrijft, wakkermakende. Als jij echt onderzoek gaat doen, op een gegeven moment heb je gewoon geen baantje meer. Dus wat blijft er over? Ja. Het is een complottheorie hoor. Ik kan het niet bewijzen. Je hoeft me ook niet te geloven. Maar als je 20, 30, 40 jaar. Ik ben 52, dus ik heb ongeveer een beetje in de gaten, denk ik, hoe dat nu werkt. Misschien moeten we niet spreken van een complot, maar ook van een machinatie. Het is een machinatie, het is gewoon een ecosysteem, het loopt gewoon zo. Ja. Je ziet het ook in de wetenschap. Wat denk jij dat er gaat gebeuren als wij als overheden onderzoek gaan sponsoren? Ik zeg maar iets heel, heel simpels. De invloed van klimaatverandering op. En alles wat, elk onderzoek wat zo begint, daar stuppen we een ton op. En de andere niet. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Wat voor onderzoek denk je dat te krijgen? Wat voor conclusie denk je dat er boven komt drijven? Ja. Ook op een gegeven moment zijn we bang dat gebakken lucht de aarde aan het opwarmen is. Ook een machinatie dus. Exact. Ja. Nee, heel goed dat je dat zo nauwkeurig beschrijft in je artikel. Maar ik wil nu met jou naar een aantal van die patronen van bedrog. Je beschrijft er geloof ik, je somt er wel iets van 30 of meer op. Het is een levend artikel. Als je het gaat lezen, mensen thuis, neem er even de tijd voor. Want je bent wel langer dan een uur bezig, denk ik. Er staat 35 minuten onder hier. Dus we kunnen ze niet allemaal behandelen. False flags, dat is de eerste, dat is er één die jij behandelt. Kun je uitleggen? Wat is een false flag? Dat is in principe een al heel oud mechanisme. Wat je eigenlijk... Ja, dit is zo normaal. Het wordt zoveel gebruikt. Dit is trouwens iets dat door Alex Jones in de publiciteit is gebracht. Die heeft het populair gemaakt. Alex Jones was al 10 jaar voor ons bezig. Heel veel van die dingen komen bij hem vandaan. Dus het is een gekkie. Maar hij is wel visionair gekkie. Een false flag is eigenlijk... Ik denk dat het in de piratentijd stemt. Dat jij een piratenschip had. Ja. En je heest de Engelse vlag. Er komen de bevriende koopvaardijschepen op je af. Ja. 100 meter afstand. Tada! Gaat de echte vlag omhoog. Ja. En ik denk dat die daar vandaan komt. De piratenvlag. Ja, en dan ben je. En dan, oh shit. Maar goed, dus de false flag is eigenlijk doen alsof je de tegenstander bent. Om de tegenstander. En je ziet het overal. In elke oorlog. Het is gewoon standaard modus operandi van elk leger. Wij hebben heel veel terreuraanvallen gehad.
In Europa, vroeger was er eigenlijk misschien wel meer terreur in mijn jeugd dan dat we nu hadden. Hè? De Rafa, Rote, al die gekke, sommige daarvan, de Bende van Nijvel en een paar andere. Daar wordt nu van gezegd, dat was operatie Gladio. Ja. Dat zijn aanvallen door NAVO, door onszelf, op ons. Ja. Synthetische terreur noemen we dat. Bekendste is natuurlijk, als je dat gelooft, 9-11. Als dat een false flag is, betekent dat dat het de Amerikanen zelf waren. Of bevrienden die die torens of die aanval hebben gepleegd. Dan zou je dat een false flag noemen. Ja, don't mention the... Google WTC-7! Nee, maar weet je of je het gelooft of niet? Ik vind dat het onderzocht moet worden. Dat is even een ander verhaal, maar om uit te leggen wat die false flag is. Een van de... Wat je heel veel ziet, die SAS, dat is zo'n militaire commando-eenheid van de Engelsen. Die vinden het leuk, denk ik, om in jurken rond te lopen. Want die worden regelmatig gepakt in Arabische kleding. Oh ja? Ja, kan je op googlen. In Irak was dat al. Ja, op een gegeven moment waren er 2 of 4 SAS-agenten in Sjiïtische kleding gepakt. En waren ze Soenitische... Begrijp je hoe dat werkt? Mm-hmm. En die zaten toen in dat... dat is een heel mooi verhaal als je dat leest. Eigenlijk is het natuurlijk dramatisch, maar goed. Die zaten toen in dat... politiebureautje in Irak opgesloten. Ja. Toen werden ze bevrijd door al hun maatjes. Mm-hmm. En, maar laatst weer in Saudi-Arabië lopen SES. Wij officieel doen ze daar niet mee aan die oorlog. Nee. Maar ze verkleden zich gewoon als... Jij gelooft dat de terroristische aanvallen ook hier in Europa worden uitgevoerd. Ja. En misschien zijn het dan moslims die denken dat ze het goede zaak dienen. Maar en dus die maken dan onderdeel uit van een... of die zijn Wij noemen dit synthetische terreur. Ja? De bekendste grote voorbeelden zijn natuurlijk de terreuronslagen die ons in deze periode hebben gelokt van oorlog op het Midden-Oosten. Dat zijn 9-11, 7-7, dat is Londen, en 3-11, dat is 11-3, dat is Madrid. Oh, ja. We hadden nog eentje ergens in Jakarta. Er waren 4 grote terreuraanslagen destijds, allemaal verdacht. En hoe ga je dan kijken? Dat is eigenlijk een beetje de basis van complotkunde. Qui bono? Wie heeft er baat bij? Ja. Wie had de means? Wie had de middelen? Middelen en opportunity. En de mogelijkheid. Ja, means, motive. Ik moet wel steeds vertalen, hè? Ja, sorry. Ja, alles is in het Engels wat ik lees. Dus means, motive en opportunity. Wie had de middelen, het motief en de mogelijkheid? Ja. Of volg het geld. De geldstromen in, de geldstromen uit. Als je daar naar gaat kijken... Dat zegt natuurlijk al heel veel. Ja, dus synthetische terreur is volgens mij net zo normaal als de false flag. Is gewoon standaard modus operandi van overheden. Ja, want een andere staat, dus, iets anders wat je beschrijft als patroon van bedrog zijn de proxy, wat je noemt de proxylegers. Proxylegers, daar is geen twijfel over mogelijk. Ik haal je net een document boven water, hè, de Clean Break. Hoe Israël met proxylegers... Ja. Het Midden-Oosten, Syrië zou moeten destabiliseren. Ja, ja. Dit is ook gewoon bekend door de mensen zelf die het georganiseerd hebben. We hadden destijds in Afghanistan, 6 maanden voordat de communistische Afghaanse regering de Sovjet-Unie vroeg om te helpen. De Sovjet-Unie is daar niet binnengevallen of zo, die zijn gevraagd om te helpen. Hmm. 6 maanden daarvoor is de CIA begonnen met het opleiden in Pakistan van de Mujahideen. Ja. Om dat communistische regime van Afghanistan te destabiliseren. Dit kan je gewoon, degene die dat gedaan hebben, Brzezinski, dat was de veiligheidsadviseur van Carter. Ja. Brzezinski is de god van de geopolitiek. Die heeft een heel mooi boek geschreven, dus is gewoon god. Die zegt dat ook gewoon. Wij hebben, these are our armies. Dus zij hebben die legers gemaakt, gesponsord, opgeleid, om zo'n regime... regime, het is natuurlijk gewoon een regering, maar zodra het niet een gewenst regering is, noem het regime. Toen kwam de Sovjet-Unie binnen. Dat liep niet helemaal goed af. Dat liep eigenlijk net zo slecht af als het nu met die Amerikanen aan het aflopen is. Dat werden allemaal wapens naar binnen gevoed, al die stingers. Dus dat was een drama voor de Sovjet-Unie. Maar daar begon eigenlijk, het was al eerder, maar dat is de eerste keer dat we zeker wisten dat die proxy-armies door de CIA werden gemaakt. Ja. Nou, over ISIS is precies hetzelfde bekend. Die zijn trouwens nog met alle egaar ontvangen in Den Haag door onze eigen regering, die Mujahedin. Want dat waren dappere, gematigde rebellen die zich verzetten tegen die duivelse Sovjet-Unie. Moderate rebels, ja, dat is al die newspeak, daar moeten we het eigenlijk ook nog even hebben. Maar dus, als ik even mag afmaken, dus de proxy army, en laat ik er eerlijk in zijn, dit
dit wordt door elk land op aarde, elk grootmacht op aarde gedaan hoor. Maar ja. Ik leg een beetje Amerika onder de loep. Dat is mijn interessegebied. Dus overal waar er een regering is die ons niet aanstaat, ontstaan ineens terroristenlegers. Ja. En zijn er ineens geldstromen naar die terroristenlegers. Ja. En wapenstromen. Van ISIS is bekend dat ze gewoon in Jordaanse kampen, kampen in Jordanië, zijn opgeleid. Samen met Baghdadi, dat is die bekende terrorist. Was een Al-Qaeda-terrorist, dat is nu de leider van ISIS geworden. In samenwerking met Amerikaanse mariniers. Hmm. Gesponsord door Israël, gesponsord door Qatar, gesponsord door Saoedi-Arabië. Daar was die wapenstroom vanuit Balkan over Libië naar Jordanië. Daar kan je documenten over vinden. Operation Timber Sycamore, daar is 5 miljard ingestoken door de Amerikanen. Mm. Moderate rebels. Mm. Boko Haram, Nigeria, Niger, wordt geleid, zeggen veel journalisten, vanuit de ambassade van Nigeria, Amerikaanse ambassade in Nigeria. Met welk doel daar in Nigeria? Moet je even googlen. Iets met olie misschien? Ja, iets met olie. Maar Clinton wordt veel genoemd in dit verband. Maar om het even algemeen te houden. Een proxyleger is een manier om met militaire kracht een land te destabiliseren zonder dat je zelf je eigen militairen of... Je kan plausible deniability. Ja, ja. Al die filmpjes. Het is bekend dat het Pentagon had 500 miljoen gestoken in Al-Qaeda filmpjes. Ja. Dat kan je gewoon zoeken. Dat is gewoon... Ja. Al die filmpjes die wij zagen, joh. Die onthoofdingen. Dat die schaduwen van twee kanten komen. Of ja, en al die... 100% bullshit. En al die jihadi die er dan op afkomen, dat zijn dan eigenlijk een andere term uit jouw artikel. Useful idiots. Dat zijn de useful idiots. Die laten zich mobiliseren. Die zien een ideaal voor zich. Die denken dat ze strijden voor Allah. En dan strijden ze voor Amerika en voor Israël. Of, ja. Helemaal niks anders dan die militairen die wij op pad sturen hoor. Want die militairen die worden gewoon in illegale oorlog. Dat zijn datzelfde als de jihadi. De jihadi heeft een idealistisch motief. Mm-hmm. Die militair die heeft gewoon gezegd, weet je, ik ben van jou, zeg maar wat ik moet doen. Ja. Precies hetzelfde. Dat is een useful idiot. Die als die gast nadenkt, zeker zo'n piloot die van 10 kilometer hoogte Raqqa plat bombardeert. Mm-hmm. Die is slim genoeg om te weten dat hij eigenlijk een illegale oorlog aan het voeren is. Dus zo werkt dat een beetje. Nog een patroon van bedrog dat je beschrijft om het nieuws beter te begrijpen is de black blocker. Dat was een term waar ik nog nooit van had gehoord. Die komt ook weer bij Alex Jones vandaan. Oh. Die zag dat voor het eerst volgens mij ergens in Florida en later... Dit was rond 2003, toen begon ik me ook te interesseren. Is daar een Nederlandse term voor, black blocker? Agent provocateur. Oh ja, agent provocateur. Een Franse term. Wat zag hij? Dat op een gegeven moment, in een demonstratie, zag hij dat die relschoppers wel erg georganiseerd waren. Hmm. En op dat moment ook nog, een beetje naïef misschien van degene die ze had ingezet, allemaal dezelfde schoeisel hadden, allemaal dezelfde kleding. Hmm. Dat bleken Delta Force militairen te zijn. Die waren ingezet door de burgemeester, denk ik. Het is een infiltratiepatroon, hè? Om zo'n demonstratie uit de hand te laten lopen. Zodat die burgemeester kan zeggen, ja jongens, sorry. Er komt nieuwe wetgeving, je mag niet meer demonstreren. Dat noem je black blockers. En nu met de Franse gele hesjes zie je ze heel veel. Ja. Die gele hesjes... Weet je, daar zal best tuigelijk rondlopen. Maar in principe zijn het natuurlijk gewoon mensen die niet meer rond kunnen komen van het salaris. Die twee baantjes hebben die gewoon het einde, de bodem zien. Ja. En al die gewelddadige uitingen. Ja. Dan moet je maar eens op Twitter Niemandsknecht gaan volgen. Ja, dat zijn gewoon blackblockers. En dat is infiltratie. Dat zijn gewoon overheidsagenten. Ja. Hartstikke logisch. Niemandsknecht, inderdaad een hele goede Twitter-account. Het is een Nederlander, maar hij wordt ver buiten onze landsgrenzen. Zelfs heel veel Fransen die hem volgen. Ja, ja. Dus agent provocateur, blackblocker. Wij moeten gewoon niet naïef zijn. Die false flags, die blackblockers, die overheden zijn niet gek. Die hebben een hele drukke doos om het volk eronder te houden. Ja. Om ons in conflict met elkaar te houden. Ja. Verdeeldheid te zaaien, verdeel en heers. Ja. Het ergste wat er zou zijn als het volk zich verenigt. Ja, ja. Je hebt een hele trucendoos. Synthetische terreur, false flags, blackblockers. Ja, je beschrijft er wel 30, 40 van die patronen van bedrog. Maar je beschrijft ook nog iets anders. Dat vond ik ook heel leuk in jouw artikel. Je beschrijft ook de diverse
complotpersona. En dus dat zijn allemaal mensen die een rol spelen in complotten. En dat is ook een heel rijtje. En je begint dan met de Puppet Master, oftewel de Overlord. De Overlord. Nou, ja, kun je daar een voorbeeld van noemen? Wie is nou persona een is een term uit mijn vakgebied van de UX, User Experience Design. En dat is, als jij eventjes om het woord, als jij een interface gaat designen, ga je dat niet voor 1000 individuele mensen designen. Je gaat een paar archetypische personen opstellen. Hm. En dat noem je een persona. Hm. En die heb je in de complottheorie. Ik ga ervan uit dat je moet kijken naar patronen. En dus ook naar persona en niet naar individuen. De Puppet Master is natuurlijk wel hele coole. Hè? Dat is, zijn natuurlijk de mensen die de machinaties aansturen. Mm-hmm. Dus wie Rumsfeld was natuurlijk een briljant Puppet Master. Poetin is een briljant Puppet Master. Die zetten hoe heet zo'n machine ook alweer? Hè? Dat je aan het begin een tikje geeft. Toem, 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 toem. Dat heeft een mooie naam. Zo'n hupplepupmachine. Je kent ze vast wel, hè? Van de reclame. Er gebeurt daar wat. Dan gaat er een balletje. Dan rolt er een veertje. Dan springt er een poem, poem, poem. Kijk, nooit reclame. Dus ik weet niet. Dat heeft een hele mooie naam, zo'n machine. Maar die zetten dat klaar. Ja. En die tikken op zijn dingetje. En aan het einde gebeurt er iets wat nauwelijks meer tot hun te herleiden is. Mm-hmm. Maar wat gigantisch. Mm-hmm. Dat is de Puppet Master. Die heeft de touwtjes. Kijk, als wij zeggen. Onze politici, dat zijn puppets. Mm-hmm. Dan is er natuurlijk iemand die aan de touwtjes zit. Hmm. En er zijn heel veel complotters die denken dat dat geheime genootschappen kan. Ik ben niet zo van de genootschappen. Was meer Aziz, die was er heel in thuis. De Illuminati en dergelijke. Illuminati prachtige verhalen. En sommige gaan terug 3000 jaar terug. Hagedis mensen. Wat heb je allemaal? Ja, David Icke, hè? De lizards. En dan kreeg je al die filmpjes op YouTube. Zag je dan de ogen van Bush? Zag je daar? Zoiets. Ja. De Puppet Master is, dat is wel een beetje de goeroe, is dat in de complottheorie. In Nederland hebben we het dan over de BV Nederland. He, dus dat het niet Rutte is die het land bestuurt, maar de grote bedrijven. Nou, je moet... Ik denk je moet een beetje onderscheid maken tussen binnenlandse politiek, industriële politiek mm-hmm. en geopolitiek. Mm-hmm. Geopolitiek hebben wij geen onafhankelijke politiek. Mm. Wij worden gewoon aangestuurd door de deep state. Dat is een woord wat heel veel mensen allergisch voor zijn, maar die bestaat gewoon. De deep state is... De schaduwregering zou dat kunnen noemen. De schaduwregering is dat deel van de regering wat al die presidenten of ministers overleeft. In de Amerikaanse deep state is dan de MIC, Military Industrial Complex, intelligence agencies, big data hoort er tegenwoordig ook bij, want Google, Amazon, dat is eigenlijk intelligence arm geworden van... Dus je hebt daar een paar machtige mensen. Mm-hmm. En je ziet het ook aan Trump, die kwam met prachtige verhalen en non-intervention en de swamp. Ja. Die is totaal overgenomen door de deep state. Er zit nu een nieuwe president, die heet Bolton. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de president natuurlijk. Mm-hmm. En er zit zo'n andere idioot, Pompeo. Maar die deep state, dus denk ik komt dat uit de Turkse politiek, dat woord. Die stuurt ons aan. Wij hebben geen eigen buitenland of geopolitiek. Nee. Rutte heeft gewoon ja en amen te zeggen. Ja. Dus als er weer ergens een illegale oorlog wordt gevoerd om chemische wapens die er nooit zijn geweest, dan zegt Rutte van amen, gaan we doen. Nou zou ik graag met jou nog een aantal van die complotpersonen doornemen, maar daar hebben we helaas de tijd niet meer voor. We moeten naar een afronding toe. Hey, maar jongen, je weet dat Joe Rogan, die zit gewoon 4 uur te praten. Ja, dit is Café Weltschmets en een uur, dat is al heel lang voor hebben televisie. Een uur voor gepraat? Vergelijk het met Jinek of De Wereld Daardoor of andere programma's. Dan zitten we hier toch op in een oase van... Hè? Het is heel mooi natuurlijk dat je met jouw cursus complotdenken, hè, zoals je die beschrijft, op hersengarage de mensen bewust probeert te maken van het bedrog dat ons dagelijks bereikt via de media. Maar het zou natuurlijk nog mooier zijn als dat niet nodig was en dat de media dat bedrog er zelf uitfilterde. Heb jij een idee hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen? Ik zag dat jij een pitch hebt gemaakt. Je hebt geprobeerd subsidie te krijgen via, hoe heet dat ook alweer, het Simuleringsfonds voor de Journalistiek. Daar heb je een plan gepresenteerd over hoe voor een nieuw medium eigenlijk. Voor een meer waarheidsgetrouw medium. Die subsidie heb je niet gekregen. Wat was het plan? En wat is misschien nog steeds het plan voor jou? Wij hadden naast Zeproeder, het was moeilijk om elke dag 2 artikeltjes te schrijven. Hadden we weinig tijd voor. Heb ik toen zelf geprogrammeerd het Zeplog. Zoals Zeproeder of de Zeplog. En dat was crowdsourced. Dat betekent iedereen kon daar zijn artikeltje kwijt. Dan was er een votingmechanisme.
Er was een algoritme, dat keek een beetje naar de inkomende links, dat keek een beetje naar de votes, dat keek een beetje naar, het was een mooie mix geworden. Hmm. En dat was een zelforganiserende weblog. Werkte heel erg goed. Hmm. Op een gegeven moment was het bijna even groot als Zapruder. Hij heeft nog heel lang doorgedraaid. Maar op een gegeven moment kreeg ik te veel copyright claims en weet ik wat allemaal. En dan moest ik gaan betalen. En, ik heb dat vaak gedaan, het uitgezet. Die technologie wilde ik eigenlijk... ik wilde die technologie afmaken. Mm-hmm. En had ik 40.000 euro voor nodig. Van het, de andere 40 zou ik er dan zelf in stoppen. Mm-hmm. Bij dat fonds. En, dus dat was eigenlijk een algoritmische website. Nou, iedereen kon gewoon... dus niet per se iets nieuws. We hadden het al 8 jaar. Het was proven. We voldeden, ja, aan alle eisen. Maar onze pitch was slecht. Iemand anders zou het doen, maar die kreeg knik in de knieën. Dus ik heb op het laatste moment daar die pitch... Ik weet niet wat daar speelde. Ik vond het heel flauw. Ik vond ons plan veel beter dan een hoop van die andere plannen. Echt flauwe kul die wel geld kregen. Maar dat was het idee. Want die kwaliteit was heel goed. En daar kwamen dingen boven water die op normale kranten... Of die wij zelf ook nooit... Weet je, als je namelijk een achterban van 100.000 viewers en 1.000 actieve leden hebt... Wat die allemaal vinden, dat is niet normaal, jongen. Ja. Her en der. Dus dat zou mijn bijdrage zijn geweest aan beter nieuws. Mm-hmm. Mm-hmm. Of er een oplossing is, ik weet het niet. Als ik zo om me heen kijk, ja, de wereld is er niet vrolijker op aan het worden. Nee. Nou ja, dat en is... dat is trouwens denk ik ook weer een complot. In die zin... ik denk wel degelijk dat wij actief en wij is de bevolking tegen elkaar worden gepolariseerd. Dat laten ze niet alleen maar gebeuren. En ze is... maar dat wordt ook aangemoedigd. Dat wordt... Heb jij ook nog iets positiefs om af te sluiten? Nou joh, ik heb een heel klein leuk ventje. Ik maak me niet druk om al die dingen. Ja, ik geloof niet dat de wereld over 12 jaar kapot gaat aan CO2. Ik geloof ook... dat geloof ik allemaal niet meer. Nee. Nou, het is al heel mooi dat je de wereld jouw cursus meegeeft via jouw website. Ik raad iedereen aan naar de website van Patrick te surfen. Hessengarage.nl, cursus complotdenken. Gewoon open-minded even kijken. Ja. Hey, dat was wel gezellig. Ja, dat hebben de luisteraars misschien niet meegekregen. Maar nee, we zitten hier naast FunX. Er is burengerucht inderdaad. Man, lekker muziekje erbij. Misschien kunnen we zo even aanschuiven. Hey Patrick, dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Jullie ook bedankt. Daar zitten de technici. De regie. De regie.